bezoek bij onze locatie in Lummen, waar onze R&D-afdeling de afgelopen maanden hard heeft gewerkt aan een innovatie. Kaasthee. Ja, echt. Thee. Met kaas. Dat is een echte hit in China. En sinds 1 april is er ook kaasthee van Friesland Campina verkrijgbaar. Ik ben hier erg benieuwd naar. Laten we snel gaan kijken. Kaasthee is een heel populair trendy drankje dat in China op korte tijd heel groot is geworden. Het wordt heel goed gemarketeerd. Op Instagram worden heel veel foto's gepost, dus dat is heel populair bij de mensen daar. Kaasthee wordt klassiek gemaakt met melk, met room, roomkaas, zout, gecondenseerde melk. Dit wordt allemaal gedurende een tiental minuten goed gemixt. Dus wat wij gaan aanbieden is dat eigenlijk het hele product, alle ingrediënten kan en klaar samenzitten in één verpakking. Waarbij dat met één druk op de knop je met een machine een kaasthee topping kan maken met een constante kwaliteit en een sublieme smaak. Het is even wennen uiteraard, vooral een zware kaassmaak met ook zoutsmaak. Valt niet bij iedereen in de smaak, maar in combinatie met de thee is het eigenlijk wel heel lekker. De kaasthee is op 1 april gelanceerd in Shanghai. Op de Hotelex, een grote beurs voor catering en horeca. We zijn een stuk wijzer geworden over het fenomeen kaasthee. We hopen natuurlijk dat deze innovatie goed aanslaat in China. Aan het enthousiasme en de inzet van de collega's hier zal het in ieder geval niet liggen.